Yo, kijkers van Online Games, van harte welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Planet Coast. We gaan weer lekker verder waar we natuurlijk afgelopen keer waren gebleven. Afgelopen dinsdag, klopt. We hebben hier natuurlijk de achtbaan gebouwd, hij is klaar voor vertrek. Kijk, er zitten al mensen in, het gaat al redelijk goed, drukjes. Worden hopelijk. Ik denk dat dit inderdaad zo prima. Het is niet zo'n hele grote achtbaan moet ik zeggen. Maar het is te doen. Ja, prima. Deze die doet hem ook. Niet, staat die überhaupt wel? Ja. Zo, toch dat hij redelijk voor aan zat, zeg maar. Deze kant ook. Het is hier. Oeh, hier is wel heel druk. Ja, dat is meestal vooraan, hè. Gaan we nu nog een attractie bouwen of zagen we... We gaan wat bomen plaatsen. Laten we eens eventjes gaan kijken. Wat er natuurlijk nog allemaal mogelijk is. Hier staat het achtbaan. We kunnen zeggen... Zo'n treintje die staat dus al hier. Wat is dit eigenlijk? Ja, dat is zo'n... Zo'n... hangtrein, zoiets. Deze hebben we natuurlijk ook al eens gebouwd. Ja, het is ook al een heel grote achtbaan. Laten we via hier eens even kijken. Kijk, want dan krijgen we allemaal... Alleen deze, oeh, wat is die hier langzaam nu? Nu ja. Het zijn dus deze met zo'n handjes. Die hebben we wel eens geprobeerd, maar dat is niet zo'n succes geworden. Die gaat heel snel. Hebben we hier... Oh nee! Niet bouwen! Ik wil daar op drukken. We kunnen natuurlijk ook... iets... rustigers. Ja goed, dit zijn van dat soort autootjes.
een soort van vliegend tapijt, zoiets is dat. Zou kunnen. We gaan het gewoon heel even testen. Ah, dat is meer dit. Leuk. Zo'n shooting ride is dit. Het is natuurlijk wel mooi. Van die kaart, maar wat het probleem is, ik weet niet of die erg druk wordt. Dat is het hele probleem. We kunnen het proberen. En dan kunnen we altijd ervoor zorgen dat we het mooi en netjes gaan afwerken. Dat we eerst even. Met de baan beginnen. Dat wilden we al veel eerder een keertje doen. Toen hadden we besloten om toch iets anders. Is dan ook wel leuk om te hebben. Alleen die is traag nu. Co-op, 0 en dan. Zal die vast wel.
Ja, zo. Nee, dat is echt niet die bedoeling. Terug. Laten we deze niet doen. Dan gaan we richting deze. Hij is erg traag. Nee. Deze game is heel traag nu. Kan ook zijn aan deze attractie liggen. Hij reageert niet meer. Hij reageert niet meer. Oké, nu hopelijk weer wel. Nee, ook niet. Nou, dan doen we het gewoon zo. Zie je dit? Hup, deleten. Hij reageert helemaal niet meer. Nou goed, dan bouwen we hem een andere keer als deze game het niet wilt. Hij is erg traag. Goed, dan gaan we gewoon hier wat aan zitten. Simpele boom, moeten we even kijken. Dit zijn bosjes, rotsen, bomen. Oh, ook een grote boom. Deze. Kijk, die palmbomen die kunnen we mooi hier. Dus inderdaad wel mooi. En nu wat kleinere, zoals deze. Die zijn wat hoger, hè? Het gaat ook maar dan net, hè. Deze game is voor vandaag een beetje traagjes. Hey, ik kan hem daar gaan en hij plaatst zich hier.
Dat is niet de bedoeling. Ik heb een beetje bomen hier zo eromheen en dan zien we het wel. Ja, dit is ook al prima. We moeten ook weer niet te veel. Oké, hij zit bijna helemaal vol. Dat is in ieder geval gelukt. Want hier moesten we ook nog wat doen. Want hier zo zijn dus wat lege en kale plekken. Goed. Het is prima. Dan vind ik het mooi geweest. Dus de volgende keer gaan we waarschijnlijk een racebaan bouwen. Of weet ik veel. Hij is een beetje traagjes voor vandaag. Goed, wij zien elkaar natuurlijk gewoon de volgende keer. Het was even een korte video akkoord. 8 minuten is toch wel vrij lang. We waren bezig hier. Dus ik wil hier een mooie racebaan hier eigenlijk eerlijk gezegd gaan bouwen. Dat lijkt me mooi. Goed, kijk eens. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot dinsdag dan weer, hè, jongens. Mazzel.